Dat is 4. En dan stopt hij er even mee. Kijk. En dan hebben we een Duitser die we bijna niet kunnen verstaan. En wat is dit? Spelletje, boekje lezen, van alles en nog wat. Gewoon lekker niks doen. Full house maar, in één keer. Nou, dan hebben we weer even niks. Nou, Pijnstraat. Keurig. Het probleem is dat, dat mijn zoon, die naast me staat, en mijn dochter die naast me staat, die hebben wel de zenders. En ik niet. Zoals je ziet, het is van groot tot klein. Een meid van 3 doet ook mee. Wat zou het? Ja. 1, 2, toppie. 1. Nou, ik ben Tim. Ik kom uit Linschoten. Ik schrijf dit kaartje aan mijn beste vriend Levi, omdat ik hem al ken sinds de kleuterklas. En we verschillen heel veel van elkaar, maar dat maakt bij ons niet uit, want we blijven altijd beste vrienden. Lieve Levi, ik wens je veel plezier in Italië. Ook al weet ik dat je daar al bent, ik wens je alsnog veel plezier. Liefst Tim. Wie is eigenlijk in dit huisje de baas over de afstandsbediening? Dat is mijn kleindochter. Nou ja, we zijn nu aan het dobbelen, dat is een soort jatzee. En ja, over het algemeen doen we daarnaast toch een beetje kaarten en een beetje rummy cuppen. En that's it. En dan ben je op een gegeven moment ook wel zat, hè? Ja, zeker. En de zender van je kleindochter, die doet het wel? Die doet het wel, dat is dit, hè? Hupsakee. Kijk. Ja. Dus eigenlijk is er geen probleem. Ik heb hem niks te vertellen. Nee, dat is leuk zo. Nou, ja, hartstikke bedankt, jongen. Grandioos. Ik ben niet echt een standaard kampeerder. Ik moet een beetje wennen nog, zeg maar. Sinds de kinderen zijn, zijn we wel op campings geweest. En we hebben ook wel een caravan gehad, maar die heb ik snel weer weggedaan. Toch een huisje is ook wel lekker, maar ja, weet je, voor de kinderen is het wel beter om, om op een camping te zitten. Want ze gaan eruit, ze hebben een speeltuin en ja, alles om de deur, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Ja, en verder is het gewoon rustig aandoen, hè. Oh, mijn auto staat nog in de weg. Met wie heb ik het genoegen? Met Ed Grootjes, uit de Kop van Noord-Holland. Wat heeft u geschreven? Ik heb een kaartje gestuurd naar mijn vrouw, die zit nog thuis. En ik ben hier met mijn zoon op de camping, in klein Canada. Kunt u het kaartje even voorlezen voor ons? Met de groetjes van Ed en Roy. Uit Afle. Uit Afle. Ik ben Wil van Roosendaal, Kropman. En ik sta hier al in de 40 jaar, wat ons reuze goed bevalt. En wie zit er naast u? Dit is mijn broer. Ja. Jij? Ik ben dus Bob. Bob Kropman. En ik loop nu hier 7 jaar ongeveer met hem mee. En het bevalt me prima. Dus ik zou het missen als ik niet meer zou kunnen. Dit is al een hele oude caravan. Ja, dat zou ik wel denken. Want hij is rond de 46 jaar. Hij was 1 jaar oud toen wij hem overkochten. En we hebben er nooit geen spijt van gehad. Bent u de oudste bewoner van de camping? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Qua leeftijd en qua caravan. Dus... Wij gaan daar samen alweer. Het is het tweede huisje. Volgens mij krijgen we een rondleiding, hè? Ja, familie staat hier. Ik heb een hier op een rij staan we allemaal. Ik kan je wel even laten zien wie daar allemaal woont. Oké. Ja, loop je mee?
Heen goede meer, de blinken stond weer open. Pak uw jas maar aan, heeft niet koud. De zon gaat nergens zo schoon onder de straat. En ergens is de lucht zo blauw. Er liggen nergens zoveel blijken als daar. Dus houd de schoen maar aan. Nou, en dit zijn dan mijn ouders. Wat door uw hart begon we gauw. Hey, goede meer, dan kon mijn eentje los. Ik ben Demi en het kaartje gaat naar opa en oma. Want daar, als ik op de camping ben, stuur ik altijd een kaartje naar opa en oma. En ja, het is eigenlijk gewoon dat ze het altijd doen. Hoi opa en oma, het is hier lekker weer en het is hier super leuk met Demi, Maud en Twan. Hoe is het daar? Dikke kus, Demi. Hier zijn we begonnen, zeg maar, 41 jaar geleden. Met een andere caravan dan, maar... 42 jaar, ik ben in de waar. Zo, op naar de volgende. Het zijn wel veel hekjes, hè? Ja. Ja, maar goed, of je nou eenmaal om moet lopen of fietsen of je loopt even binnendoor, hè? Dus ja, het is allemaal vlakbij. Gezelligheid. Ja, gezelligheid. John, de Olympische Spelen op de camping. Zomerspelen. Zomerspelen op de camping. Nou is het zo dat ik, Geer, kampeer en mijn vrouw die vluggeer. Doelschieten, spijkerbroek hangen, op het waterrad lopen, een behendigheidsspel op de tennisbaan. En dan weten we een compromis, dus we gaan het voorjaar en de zomer gewoon we kamperen. En het najaar dan vliegen we eruit naar Andalusië of Gran Canaria. 10, 14 dagen. En dan is het jaar rond. Voor alle kinderen van de camping? Alle kinderen van de camping, ja. Maar hoeveel hebben zich er tot nu toe aangemeld? Ja, dat is een beetje jammer. Zijn er twee aanmeldingen. Nee, de caravan is klein, maar heeft in feite alles. Het is zo klein, er is geen plaats in om na te denken. Maar helaas, twee inschrijvingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we er meer gaan krijgen. We komen dadelijk weer kijken. Super. Oké, dankjewel. Ik ben Wim van Geel. Dit is mijn vriendin Petra van Rijsingen. Wij komen uit het Brabantse Langeweg. Een heel klein dorpje bij Zevenbergen. En we hebben een kaartje geschreven naar mijn zus Petra Dekkers, omdat ze juist geopereerd is aan een galoperatie en herstellende is. En we hebben de groetjes gedaan vanuit Klein Canada in Limburg. Zo, goed. Hartstikke goed gekomen, hè? Ja, het is perfect, hè? Waar komen ze allemaal vandaan? Ja, ze zijn her en der hier op de camping verdeeld. Het is natuurlijk perfect dat de getallen gisteravond nog twee waren. En nu hebben we al, kijk je rond hoeveel deelnemers dat we hebben. Ik zeg top geregeld. Vivian, komt de camping tot leven in de avond of komt de camping tot rust in de avond? De camping komt nu tot rust,
Maar ja, er zijn ook andere activiteiten. 23, 23, 42, 42. En zit jouw dag er dan op? Zit jouw dag er dan op? Nee, tot 12 uur vanavond. Zwoemen, 55. 55. Ik ben Vivian, een buitenmedewerker van Klein Canada. Ik heb deze kaart heb ik aan al mijn collega's van Klein Canada gestuurd. Dus de kaart blijft hier? Ja, de kaart blijft gewoon hier. Ik vind, ja, na alle perioden die we mee hebben gemaakt, hebben we toch allemaal een steuntje terug verdienen. Dus ik had me die postzegel kunnen besparen? Ja, dat is jouw probleem. Kun je wel even voorlezen? Ja, ik heb het erop geschreven aan alle collega's van Klein Canada, Dorpstraat nummer 1 in Alphen, Limburg, van jullie collega Vivian. Dat is hij. 58. Hij is helemaal goed. Je mag iets uitzoeken van die tafel daar. Dat is de derde prijs. Mag je daar iets uitzoeken? Kijk even rustig wat je wilt hebben. Is er leven na de camping? Leven na de camping, dat is een hele goeie. Dat weet ik niet. Maar er moet toch blijken of dat er leven is na de camping. Wat was hij dan?